Hey, daar zien we wel een hele bijzondere koets rijden. Laten we snel een kijkje nemen. Stalhouderij Vijf Verenlanden is een bedrijf voor trouwkoetsen. Wij doen voornamelijk trouwrijden en communies rijden. En daarbij kunnen wij dus nog diverse andere activiteiten verzorgen met onze koetsen. Onze oudste koets is een boerenwagen, die stamt van rond 1765. En wij rijden graag met authentieke tuigen die wij dan, als ze in minimale staat zijn, proberen wij ze weer op te knappen of op te laten knappen. Dat is dus de passie van het authentiek gerij, dat wij heel graag doen. De Assenboesterkoets, dat is een bijzondere koets voor communies. Deze koets heeft een ronde koepel, zeg maar. En ja, dat is helemaal in trek voor tegenwoordig trouwerijen en communies. Rouwkoetsen, dat komt tegenwoordig weer wat meer in trek, laat ik zo even zeggen. Ik vind het belangrijk dat als je een rit verzorgt, dat het netjes gedaan wordt. Dat ja, alles in principe er goed verzorgd uitziet. In principe ben ik al helemaal even met de paarden bezig, vanaf 4-5 jaar. En ja, dan kom ik er mede door mijn ouders die daarmee begonnen zijn. Ik ben enig kind, dus ik hoop dat ik de bedrijfswerkzaamheden van mijn ouders gewoon voort kan gaan zetten. En mijn vader die werkt nog voor mij nu, zeg maar. Dit is de trouwerij hier op de Lekdijk. Hier zo, met een hele hoop koetsen, 3 grotten en Jan Pleziers erachter. Een volgkoets voor de ouders, trouwkoets voorop. Dat is in Rome gebeurd. Mijn moeder die is ook werkzaam in het bedrijf en die maakt meestal de koetsen schoon. En ik ben van de paarden en van de tuigen, samen met mijn vader. Wij komen nooit toe aan onze eigen rust. Wij zijn altijd 7 dagen in de week bezig. De paarden moeten sowieso altijd verzorgd worden. We altijd mesten, voeren. Wij doen ook zelf paarden beslaan, koetsen restaureren. Dus in principe rust hebben wij weinig of niet. Dat is niet erg, dat is de passie. Wij proberen hiermee het authentiek gerij, dus het cultureel erfgoed aan ja, klassieke of authentieke koetsen in rijdende toestand te houden. En niet dat het zometeen alleen maar in een museum staat te staan en dat je ze alleen maar kan bezichtigen. Het mooiste is gewoon om ze de weg op te brengen.